Een hele goede middag en welkom bij nieuwe Ups & Down. Wij zitten bepakt en bezakt. Wat gaan we doen, Niels? Op vakantie. Ja, we gaan naar een vakantiepark en we hebben de aanhanger mee. Ja, je ziet hem niet, maar we hebben een aanhanger mee. Mochten we lenen van een vriend. En ja, wij gaan lekker naar op vakantie. Dus ja, het is herfstvakantie hier, dus ja, wij zijn lekker onderweg. We hebben vanochtend, het hele huis schoongemaakt en alles enzovoorts. En dan zijn we onderweg. Dus we hebben de hele papa mee. We hebben zelfs de stoel van Jordi meegenomen om het voor Jordi zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dus ja, voor ons ook. Dus ja, we zijn onderweg. Zo, nou ja, daar zijn we dan. Kinderen liggen al op bed. We zijn alweer wat uren verder. Ik heb het huis verder een beetje ingericht. En daarna moesten we eten. We zijn naar de McDonald's gegaan. Heel romantisch. En voor ons huwelijk, want ja, we zijn vandaag 13 jaar getrouwd. Wij zijn vandaag 13 jaar getrouwd. De kinderen liggen nu in bed. Ik heb nog even een paar kleine boodschapjes kunnen halen. En nu is het tijd. Niks te doen. Gewoon niks. Mm-hmm. We hebben de afgelopen dagen gewoon heel hard gewerkt om alles klaar te krijgen in huis. Zodat we lekker weg konden. Morgen gaan we hier de boel verkennen. Ja, en morgen zal ik ook even een tour door het huisje heen geven. Ook hier is ontbijt één groot feest, hè? Sammy en Liam? Lekker, hè? Zo. Tour van het huisje komt. Ik wil wel heel eventjes mededelen. We laten een beetje de boel. We zorgen dat het schoon is. Maar speelgoed laten we gewoon lekker even liggen. En dat is vanavond weer aan de orde. Sam is lekker aan het spelen. Liam was vanochtend om 4 uur, hè, Niels? 4 uur? Ja, half 5 denk ik. Maar. Zoiets was hij al op. Dus hij is bij ons in bed gekropen. Maar ja, dat betekent dus ook dat papa en mama niet meer slapen. Maar ja, hij ligt nou nog lekker even te slapen, want het is hartstikke chagrijnig. Dus hij is lekker in slaap gevallen. Jordi kan hier ook lekker zijn ding doen. Tadaa. En ja, er ligt van alles op de aardig. Maar het is niet vies, het is schoon. We doen gewoon lekker rustig aan. We zien wel hoe het allemaal loopt. We hebben geen moedjes van dat soort dingen. Niels is nu heel eventjes met Liam en Sam naar de speeltuin. Ik heb net heel eventjes laten zien hoe ons huisje eruit ziet. En Jordi, die zit hier lekker te spelen. Joef is hier. En het gaat eigenlijk wel goed met Joef tot een. Ze krijgt de antibiotica. Ze is ook weer een stukje vrolijker.
Dus ja, speelgoed laten we echt op dit moment even voor wat het is. Vanavond ga ik even met de stofzuiger erdoor. En even een doekje over de tafels nog heen halen en zo. Dus dwel er doorheen. En dan is het weer goed. Ja, ik doe dit gewoon puur en alleen laten liggen. Zodat Liam en Sam gelijk kunnen spelen. Als ze binnenkomen. Want ik wil op dit moment gewoon geen stress. Dus dat gaan we ook niet doen. Dus ja, dat. We doen gewoon lekker rustig aan. Zo, alles ligt in bed. Ik heb gestofzuigd, gedweld, alles weer opgeruimd en gedaan. Joef, ik moet een kussen hebben. Je kan niet alle kussens hebben. Nee, aan de kant. Move. Nee, ik ga daar liggen. Kom op. Niels is in de badkamer, sauna, weet ik veel wat. Kinderen liggen eindelijk te slapen. En moeders, ga lekker op de bank zitten. Alles is weer netjes, alles is weer schoon. Ja, ik vind het belangrijk om dat gewoon bij te houden. Als ik dat niet bij hou, dan lag hier al een heel groot deel van de zandbak. Maar dan ligt er nog een groter deel van de zandbak. Dus ja, dat is allemaal weer opgeruimd en schoon. Dus ja, ik ben ook even een wasje aan het doen. En hierna nog een wasje, want alle handdoeken zijn verbruikt. Kinderen hebben zoveel handdoeken verbruikt. Er stond er weer een te pissen midden in de douche. Nou, hè, ga zo maar door. Nou, alles is geregeld. Jordi, daar heb ik trouwens nog iets mee over gewonnen. Die heeft met mij in bad gezeten. Ja, ja, weliswaar met de douche op zich. Maar hij heeft met mij in bad gezeten. Is normaal niet iets wat ik voor elkaar krijg met hem. Dus ja, dat. Zodra ik nog even de vaatwasser uitruimen. En chillen met mijn billen. Een hele goede morgen. Joepie zit hier. En Niels heeft net een grappig filmpje gemaakt. Die gaan jullie nu zien. Joep. De kindjes zijn lekker aan het spelen. Jordi is lekker tabletje aan het kijken. En ja, we weten nog niet wat we gaan doen vandaag. In ieder geval relaxen en rustig aan. En naar de speeltuin. Ja, naar de speeltuin, dat weten we wel. Maar voor de rest... Ik ben even aan het wandelen. Ik heb net even broodjes gehaald. En... Ik wandel nu door het park. En het zijn allemaal van dit soort huisjes. Allemaal dat soort huisjes. En dan moet ik nou rechtdoor lopen. Ik heb croissantjes gehaald. En appelflappen. Vindt Liam lekker. En Sam ook. Maar over het algemeen vindt Liam dat lekker. Dus ja. Je hoort de vogeltjes ook fluiten. Ik weet niet of jullie dat horen. Ze hebben hier ook heel leuk speeltoestellen.
Het is ook hartstikke vroeg hier. En ik denk 9:30 zoiets. En je merkt gewoon dat je echt op vakantie bent. En dat er eigenlijk heel veel gezinnen zijn met kleine kinderen. Wij dachten dat wij luidruchtig waren. Maar we zijn gelukkig niet de enigste. Kan ik je vertellen. Het is hier eigenlijk net een dorpje. Met allemaal huizen. En, ja. Ik ga ons huisje zo nog laten zien. Nu loop ik recht tegen ons huisje aan. Het is dat huisje. Het is een beetje lastig met de tas. Dat witte huisje met de rieten dak. Dus we hebben hier met rieten dak, zonder rieten dak. Het zijn eigenlijk allemaal kleine boerderijtjes. En daar waar wij zitten is eigenlijk gewoon een groot veld. Maar dit is mijn huisje voor nu. Zo, we zijn weer terug. We zijn naar het outlet center geweest. En daar zijn we geweest dus. En ik ben bij de... Even kijken. Bij de Nick en Nick of zoiets geweest. In ieder geval iets met Nicky. En daar hebben we een trui van Jordi wel op de groei gekocht. En daar staat op... Slow down. Wij vonden die heel toepasselijk voor Jordi. Dus die hebben we gekocht. We hebben heel snel een, iets wat we allemaal gekocht hebben. Sam, wil je een tas? Nee. Niet? Oké. Okay. We zijn ook bij de Lind geweest. We hebben even lekkere chocolaatjes gekocht. En we zijn twee keer bij de Tommy Hilfiger geweest. Eentje voor de volwassenen en eentje voor de kinderen. En voor de volwassenen heb ik deze. Niels heeft een nieuwe trui of een shirt met lange mouwen. En voor de kinderen, ik laat er hier maar eentje zien. Jongens! Hey, die is van Sam. Zelf brandjes geblust. Liam heeft het super goed gedaan daar. Hij heeft daar gewoon rondgelopen enzovoorts. Maar dat betekent wel dat hij nou heel eventjes geen 100 meer kan presteren, maar 80. Dus het is zoals het is en het is helemaal prima. Ik heb voor alle drie de jongens dezelfde soort schoen. Ik laat er ook maar één paar zien, want ik heb ze gewoon voor alle drie. Ze passen ze alle drie. En dan denk je bij je eigen, waarom dit? Ja, dit worden gewoon die zondagse schoentjes, zeg maar. Ik heb nieuwe schoenen liggen voor ze thuis. Deze die ze nu aan hebben, maken ze op. En vanaf zaterdag krijgen ze gewoon nieuwe aan. Andere nieuwe in ieder geval. We zijn ook even naar de Starbucks geweest. Want Nilsie had zin in een cappuccino. En ik had zin in ook iets te drinken. Dus ik heb daar iets te drinken genomen. En aangezien Niels zo vaak op pad is, zei ik tegen hem, ik zeg, jij hebt toch gewoon een goede koffiebeker nodig. Dus die heeft hij nu. En voor mezelf, ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Hè. Dus voor mezelf heb ik deze. En daarna zijn we nog heel eventjes naar de Jumbo gegaan. En dat was in een winkelcentrumpje. En daar was ook een taco. En... daar heb ik ook nog iets gevonden voor zowel Liam als Sam. Voor Liam hebben we deze. Nou, als je een beetje mij kent en begrijpt en Niels kent en begrijpt, snap jij waarom dat wij deze voor Liam kiezen. En voor Sam, omdat hij zo schattig is, heb ik Bluey. Dus dat was mijn shophaul. We hebben niet heel veel gekocht hoor.
En wat doen we als we de hele dag gespeeld hebben en weg geweest zijn bij papa lekker uit puffen? Dan gaan die twee nog de douche in. Een bad. Een bad. En Jordi die is gisteren in bad geweest. Maar die is weer de hort op aan het gaan. Dus moet even de deur in. Een hele mooie dag, hè? Ja, jongen. Maar hij heeft wel lucht. Ja! Yeah. Half dicht in bed. En wij zijn begonnen aan de chocola. Yummy, yummy. Pintje slaapt nog niet. Eerst moeten ze maar eens gaan slapen. Goedemorgen. Niels is met de kindjes naar de speeltuin. Ik ben hier met Jordi. Jordi heeft buikpijn. Dus ik zei, ik blijf wel hier. En ik ga hier wel wat opruimen en zo. En morgen gaan we alweer naar huis. Ik zeg, dan doe ik alvast wat opruimen. En zorgen dat alvast bijvoorbeeld wat kleding. Want ik had nog wat kleding gewassen, opgevouwen is, et cetera. Dus dan, dan hebben we dat ook alweer geregeld. Dat is het eigenlijk. Jordi heeft gewoon wat buikpijn. We hebben hem ook al geholpen met masseren en alles. Hij heeft wel wat scheetjes gelaten. Het is wel wat rustiger. Maar hij wil gewoon even niks. Gisteren hebben we natuurlijk hem de hele tijd in de rolstoel gehad, et cetera. Ja, daar heeft hij ook gewoon last van. Hij heeft ook wel wat gelopen en zo, maar Jordi is gelukkiger op deze manier, dat hij gewoon zijn ontlasting kwijt kan. Dus ik zei, vanochtend gaan we sowieso even Jordi met rust laten. Dus dat zijn keuzes die je dan moet maken. Dus ik zit nog lekker in mijn pyjama. Gewoon lekker niks. Gewoon even rustig aan. De kindjes zijn nu nog in de speeltuin. Ik ben met Jordi teruggegaan, want Jordi gaf aan, ik ben hier klaar mee. Dus prima.
Dan gaat een van ons gewoon lekker terug. Vind ik ook niet een ramp, om het heel even gewoon eerlijk te zeggen zoals het is. Ik ga zo dadelijk wel alvast beginnen aan het eten. We eten gekookte aardappels. Ik had daar gewoon zin in. Dus dat is wat we eten. En ja, dan ga ik zo aan beginnen. Ons laatste avondje hier. Mm-hmm. De kinderen liggen al te slapen. We hebben eigenlijk al zo goed als alles klaargezet om weer mee te nemen. We moeten morgen heel eventjes bedden afhalen en de spullen uit de kamers, zeg maar, halen. De kleren heb ik allemaal al geregeld. Dadelijk nog even voordat we naar bed gaan douchen. En dan is alles weer geregeld, toch? Ja. Dus we gaan nu nog eventjes de laatste dingetjes opmaken. En ik ga nog even in de sauna dadelijk. Ja, dus we gaan nog even chillen en niet veel bijzonders doen. Een hele goede morgen! Hallo! Niels die is de auto aan het inlaaien. Ik ben nu nog even met de kinderen. Ik ga ze zo aankleden. En dan zit het er alweer op. Jammer hè! Ze vinden het hartstikke jammer. Ze vinden het niet leuk dat we gaan. Papa! Liam, gaan we naar eigen huis? Nee. Naar ons eigen huis, naar je eigen bed. Nee. Ja, naar je eigen bed. Morgen. Nee, we gaan niet morgen. We gaan vandaag. Vandaag naar huis. Niet meer spelen. Morgen. Nee, we gaan vandaag naar huis. Morgen. Nee, vandaag naar huis. Nee. Nee, we gaan vandaag naar huis. Nee. Jawel. Nee. Ze vinden het niet tof, maar we gaan toch naar huis. Hè? Nu lachen ze nog dadelijk niet meer in de auto, denk ik. De jongens liggen lekker op bed en die liggen al te slapen. Juist. We hebben ze allemaal gedoucht. Het was gewoon heel hectisch. Ik kon gewoon niet filmen en we zitten nu eindelijk op de bank. En wij gaan ook op tijd naar bed. Ja. We zijn op. We hebben de auto ingeladen, uitgeladen, opgeruimd, alles gedaan. Skibox van de auto aan de auto brengen. Ja, gaan we naar de winkel om even het eten te regelen. Morgen gaan we wel eventjes goede boodschappen doen, dat we weer voorlopig de komende dagen vooruit kunnen. Mm. En ja, voor de rest rustig aan vanavond. We doen niet veel bijzonders meer. Het klinkt hier overigens wel hol. Ja. Dus er gaan ook nog spullen terug op zijn plek komen wat ik nog moet doen. Maar een keer is het klaar. Dus bij deze, wij gaan lekker niks doen. Daar zitten we weer. Maar we gaan niet op vakantie. We gaan naar de... Waar gaan we heen? Winkel. Naar de winkel. Goed zo. En wat gaan we daar halen? Wat gaan we in de winkel halen dan? Broodje. Broodje. Oh. Gaan we geen broodje halen? Hebben we geen broodje halen. Oh, gaan we wel broodje halen. Maar dat is wat we gaan doen. Naar de winkel. Ik heb net alle kinderen tosti's gegeven enzovoort, dus die hebben gegeten. Ik heb ook soepvlees aangezet, want ik ga vandaag rundvleessoep maken. Op de manier zoals mijn vader het altijd doet. En ja, dat is nu een kwestie van wachten. Ik ga heel eventjes zitten even mijn eten laten zakken en dan ga ik de keuken even opruimen en zorgen dat ik gewoon de tijd heb. Want ik moet soepballetjes maken en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wat ik dadelijk moet doen. En ik moet hier ook nog even opruimen, want het is een gende. Ik ben echt net een dag thuis. En ik denk al bij mijn eigen... Maar ik heb wel allemaal verse groenten, fruit, dat soort dingen allemaal. Dus ik ben daar blij mee. Ik ben de hakballetjes aan het maken.
En wat heb ik hier nou in zitten? Hoeveelheden weet ik niet. Kan ik geen antwoord op geven. Zo hebben wij groot, klein, mini. Het is maar net wat ik te pakken krijg. Wat heb ik hier nou in zitten? Paprikapoeder. Daarom ook de rode kleur. Aromat, peper, nootmuskaat, een beetje knoflookpasta. Dat was het. Dat is wat erin zit. Doet mijn vader dit ook? Nee, mijn vader doet dat gewoon, zeg maar, zonder kruiden draaien. Ik doe dat niet. Ik doe gewoon mijn eigen steltje eraan geven. Vandaag is het zo en morgen is het weer zo. Maar dit is wat ik er nu in heb zitten. En ja, ik ben ze nu aan het draaien. Dan gaan ze dadelijk bij het soepvlees. Want ook hier komt weer wat eiwit vandaan. Waardoor je dat er weer af moet scheppen. Dus ja, dan kan ik dat er nog afscheppen. En dan kan dat lekker rustig meegaren. Met alles erop en eraan. En ja, dan krijg je soep wel een beetje een wat roderachtige kleur. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik vind dat geen probleem. Dus dat. Nou ga ik verder met mijn podcastje luisteren. Want ik heb nog wel wat te draaien. Want ik hou van om nou eenmaal van wat meer soepballen in mijn soep. Dus ja. Nog even draaien. De soep is nu al even aan het koken. Ik heb hem zoveel mogelijk eiwitvrij gemaakt. Maar ik wil ook nog de vetringetjes bewaren. Want dat geeft de extra smaak van de soep. En als je het echt op de Franse manier gaat doen, moet je hem zeven en dat soort dingen allemaal. Maar dan moet je hem ook koken met een wups, et cetera. Dat ga ik allemaal niet doen. Het is wel huistuin en keuken koken hier. Mijn vlees heb ik eruit gehaald. Dat ik heel even een beetje afkoelen, zodat ik hem dadelijk kan snijden. Zeg maar dat hij goed is verder. En dit ga ik nu op smaak maken. En ik ga de groenten erin doen. Ik heb gewoon fijne soepgroenten meegebracht. Die gaat erin. En dan ga ik hem even op smaak maken met runderbouillon en peper, zout, dat soort dingen. En hoeveel dat is, ja, dat is voor iedereen anders en smaakverschillen. En als de soep dan helemaal klaar is, ziet het er zo uit. En hij is heel erg lekker. Nou, ik heb iets gevonden van Liam eet hoor. Soep met balletjes. Sam wil niet eten. Is niet erg, Sam, ruim mama zo wel op. Sam wil niet eten, maar die eet een worstenbroodje. Maar de soep is goed gelukt hoor. Hé papa? Mm-hmm. En? Doe maar stippen. Laat maar zien hoe jij dat doet. Oeh, goed zo. Lekker, hè? Lekker, man. Is lekker, man? Is lekker, man? Een hele goede morgen. Goedemorgen. Niels heeft vanochtend iets heel schattigs gefilmd van Liam en Sam. Want ze zijn op Liams kamer samen gaan spelen. Mm-hmm. Mag je even vertellen hoe dat daar ging? Ja, ik had vanochtend gezegd beneden dat ze samen moesten spelen. En nou roept Liam de hele tijd Sam om samen op zijn kamer te komen spelen. Ja, dus dat heeft Niels gefilmd dat ze samen hebben gespeeld op Liams kamer. En dat gaan jullie nu zien.
En dat was wel echt heel schattig. Ik ga even douchen en zorgen dat ik aangekleed ben, want we krijgen daar bezoek. Niels die is pulled pork aan het maken al vanaf vanochtend vroeg. Is hij al daarmee bezig, onze barbecue koning. We gaan het even zien, hè. Ja, ja. We hebben vanochtend ook al bezoek gehad van vrienden van ons. Het is even gezellig. Liam is nu boven aan het spelen met zijn stapstenen. Hij is een hele apenkooi verhaal aan het maken hier. Wat ben je allemaal aan het maken, schatje? Heel goed, hoor. Laat maar eens zien. Ja. Gaat het goed? Gemaakt. Heb jij heel mooi gemaakt, hoor. Heb jij heel mooi gedaan. Goed zo. Heel goed. Boom, boom. Heel goed. Wauw, superman. Jij heeft Liam gemaakt, heel goed. Super Liam. Wat doe je dat goed, zeg. Oh, oh, oh. Heel goed. En hier overheen lopen. Ah, boom. Oh, oh. Hé, wat goed voor jou. Superman. Yay. Goed zo. Waar ben je aan de... Ja, heel goed hoor. Dat doe jij heel goed. Goed zo. Hij is super goed bezig. Lekker spelen. Sammy is lekker hier beneden op de bank aan het liggen. Jordi die heeft enigszins last van buikgriep. Het is net water wat eruit komt. Dus ja. We gaan gewoon kijken hoe dat allemaal loopt. Maar het werkt niet mee dat de botox aan het uitwerken is. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. En dan is heel de pulled pork klaar. En dan maken we er dit van. Wat vind jij ervan, Niels? Lekker. Niels heeft natuurlijk het vlees gemaakt. Ik heb de rest erbij verzonnen. Jullie gaan er vandoor. Niet weggaan. Nee. Wacht. Ga je er gewoon niet in. Jullie horen hier Froos op de achtergrond. De kindjes hebben frietjes, worteltjes en wat vlees van dit. Maar proberen. Heel lekker. Ik heb guacamole gemaakt. Mijn rode kool. Perfecte combi. De kindjes liggen net op bed. De vakantie is nou definitief voorbij. Ja, zo dadelijk even opruimen en brood smeren, et cetera. Jordi die heeft nog wel last van zijn buik. Dus we weten nog niet of hij morgen naar school gaat, maar dat gaan we zien. Op tijd naar bed. Ik moet morgen om 5 uur in de auto. Ja, dat. Dus het gaat weer beginnen, het gewone leven. Mhm. Maar ja, dat betekent dus ook dat we deze ups en dan af gaan sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.